Toegegeven, vaak zijn het de details die bij een Miele al bij de eerste oogopslag beter moeten zijn. Alles goed en wel, maar het gaat om meer. Het gaat ons om het perfecte wassen. Om een steeds betere behandeling van wasgoed, van kleding en textiel. Veel dingen die we tegenwoordig vanzelfsprekend vinden, zijn door de mensen van Miele uitgevonden. En veel dingen die tegenwoordig bij Miele vanzelfsprekend zijn, vind je alleen bij Miele. Behoedzame wasbehandeling is een kunst. Die wij het best meester zijn. Bij Miele, zo wordt gezegd, hebben de ingenieurs het voor het zeggen. De uitvinders, de perfectionisten en de vakidioten. Miele-uitvinders hebben de softcare-trommel ontwikkeld. Het wasgoed glijdt behoedzaam over een ragfijne waterfilm. Je hebt perfectionisten nodig om elektronica te programmeren die altijd feilloos werkt. En de vakidioten? Die zorgen ervoor dat de Miele het zo lang blijft doen. Minstens 20 jaar tijdens tests. Daarom ontwikkelen we alles zelf. Testen zelfs het kleinste snoertje op de zwaarste belasting. En controleren we de watercirculatie telkens tot in de details. Onze ingenieurs staan voor precisie en consequente nauwgezetheid. Een gewone slang zouden perfectionisten nooit accepteren. Een Miele toevoerslang moet bestand zijn tegen een waterdruk die 20 keer zo hoog is als normaal. Wie nog meer, behalve Miele, werkt met duurzame speciale emaillering? Stootvast, krasvast, bestand tegen zuur, snel schoon te maken. Dat krijgt geen enkel ander materiaal voor elkaar. Stelt u zich eens voor, enorme hoeveelheden zijde, wol, dons, microvezels, bonte, witte en fijne was wordt in onze laboratoria telkens opnieuw gewassen en gecontroleerd. Gewassen, gecontroleerd. Gewassen, gecontroleerd. Gewassen. Honderden testautomaten staan dag en nacht aan. Om nieuwe mogelijkheden te achterhalen voor een steeds betere wasbehandeling en bescherming van het wasgoed. Wij zoeken alles tot op de bodem uit en vragen ons telkens opnieuw af: zijn door de veranderde consumentengewoonten nieuwe wasprogramma's nodig? Hoe reageert natuurzijde op moderne wasmiddelen? Kan kreuk helemaal worden voorkomen? Wij willen dat een overhemd na 50 wasbeurten aanvoelt als nieuw. Wij willen dat kostbaar textiel in een Miele-automaat een betere behandeling krijgt dan in de stomerij. En wij willen dat uw wollen trui zachter aanvoelt dan met de vertrouwde handwas. Want wij willen het wasgoed waar u aan gehecht bent beschermen. Inderdaad, wasgoed beschermen is een vorm van kunst, als je naar perfectie streeft. Miele fabriceert met installaties die wat perfectie betreft uniek zijn.
Met vakmensen die bij elk detail letten op topkwaliteit en die onze kwaliteitsbelofte nakomen. Dat begint bij de formule karakteristieke frameconstructie en geldt voor alle onderdelen die altijd voldoen aan de internationale normen en die vaak zelfs ruim overtreffen. Het is dan misschien wel zo dat Miele zijn eigen weg gaat. Maar er zijn goede redenen voor om de elektronische componenten zelf te ontwikkelen en te produceren. Achter elk afzonderlijk detail zit een verhaal, waarin het altijd gaat om lange levensduur, betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en om de bescherming van uw wasgoed. Aan het eind wordt de werking gecontroleerd, waarbij elk apparaat wordt getest en uiteraard een proefprogramma voltooid voordat het begint aan zijn reis naar de Miele-consument. Waar ook ter wereld. Dat Miele-automaten bij vergelijkende warenonderzoeken de hoogste plaatsen bezetten, is geen toeval. Want de Miele is voor 100% betrouwbaar, zelfs onder de douche. Het lage geluidsniveau mag een kunststukje op zich worden genoemd. Want steeds meer wasautomaten krijgen een plaats in of vlak bij de woonvertrekken. Voor het transport worden Miele-automaten zelfs onderworpen aan een crashtest. Want je weet maar nooit wat het leven nog voor ze in petto heeft. Toegegeven, de mensen bij Miele denken op een heel eigen manier. Ze willen perfecte automaten die het textiel als vanzelfsprekend wassen en beschermen. Hoe je ze ook noemt, uitvinders, perfectionisten of vakidioten, misschien zijn het kunstenaars. Ieder op zijn gebied. De kunst van het behoedzaam wassen komt tot uiting in iets speciaals. Is geen betere.